En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video laat ik jullie weer zien wat ik afgelopen week heb gedaan. Het is vandaag maandag 17 april. Het is nu 3 uur over, nee, het is 3 voor 3. En over 3 minuten komt mijn weekvlog online. En die heb ik net fresh gemonteerd. Hier zo. En hij is echt heel leuk geworden. En daarin vertel ik dat ik de weekvlog zeg maar ging splitsen. Maar ik ga dus niet meer naar Alex toe. En dus dat wordt hem dus niet. Dus zeg maar de weekvlog is van maandag tot met vrijdag. En dan komt er nog een aparte weekendvlog online. Dus dat. En morgen heb ik opnames. Superleuk. Voor de jongens tegen de meisjes met Ian. En dan blijf ik waarschijnlijk in de avond bij haar slapen. En woensdag heb ik opnames voor Wie Ben Ik. Ook met die. Superleuk. En dan gaan we misschien eventjes naar Dunkin' Donuts. Want die is geopend in Amsterdam. Superleuk. Gaan we daarheen. Ik heb net ook vlogs gekeken. Van Vlogklos en van Two Women. En van Martine en Willemijn. En ik heb echt... Oh, ik begin over YouTube en ik krijg spontaan weer zin om naar de Gathering te gaan. Oh wacht! Ah, Gathering is nu! Gathering is deze week. Super zin in. Ik ga met Kaya en met Ilone en met Do en met Bertelijn gaan we naar de Gathering. Super gezellig. Vorig jaar, ging ik met Jamira naar de Gathering. Staat trouwens ook een vlog online van de allereerste keer. Het was echt heel erg leuk. Maar toen liep ik met mijn spiegel reflex. En nu heb ik gewoon... een vlogcamera. Dus ja, ik heb er zin in. We gaan slapen, ook in Utrecht. Omdat het dan anders echt chaos werd. Dus we slapen in het NH-hotel, geloof ik, in Utrecht. Tegenover het Beatrix Theater. Dus dat wordt echt super leuk. Ik heb er ook super veel zin in. En ja, ik heb vooral best wel veel zin in om lekker... de Gathering vast te gaan leggen voor jullie. En dit is ook wel een heel mooi standpunt voor mijn vlog. Dus echt super tof. Het is buiten echt super lekker weer. Dus ik ga ook zo meteen, als ik klaar ben met mijn werkdingetjes, ga ik lekker naar buiten. Denk ik eventjes. Ja, dat mag. Trouwens, 3 uur. Mijn weekvlog staat live. Boom! Super zin in. Hou je mond. Ik ben benieuwd naar hoeveel mensen er gaan kijken naar mijn vlog. Ik heb er nu bijna 1000. Nog 90 abonnees en dan heb ik er 1000 abonnees op mijn YouTube kanaal. En dat was eigenlijk wel de live goal van dit jaar. 1000 halen. Ik denk dat ik het wel ga halen. Dus super leuk. Dus ik ben al bijna weer 4 minuten aan het brabbelen. Dus ik ga lekker de vlog bij deze even afsluiten. Dus tot zo. Zo weer een uurtje later. Ik ga lekker in bad. Ik heb mijn werkdingetjes af. En ik ga lekker in bad met de pa. Frozen fruity in de third chill apple. Zo ziet het er fucking uit. Voor de mensen die het willen weten. Ik ga lekker in bad. Ik ga lekker chillen. Lekker Netflix erbij. Lekker genieten. Want ik ben wel een beetje klaar met de volgende regelen. Hierachter is het bad. Dus ik ga dit erin gooien. En ik spreek nu zo weer. Inmiddels is het alweer 5 uur. En het regent buiten. No! Ik haat regen zo erg. En ik ga zo meteen lekker Netflixen. Dat ga ik doen. En of een YouTube video kijken. Ik zie dat Saar, Lotte en zo. Anna, Laura, Bibi, Petgezellig, Sophie. Een video hebben geüpload. Het gaat harder. Als ik dit zie, heb ik gewoon zin om niks te doen. Gewoon lekker chill. In mijn bed te liggen. Netflix te kijken. En lekker gewoon te confronteren. Lekker te chillen. Daar heb ik zin in. En dus dat. En wat ik ook wil gaan doen is verder met mijn kamer opruimen. Want in de vorige week vlog begon ik aan mijn kamer. Maar ik moet nog een heel gedeelte doen. Zeg maar, ik slaap nu zeg maar hier. Wow. Ik sluit zeg maar hier. En dit.
moet ik nog allemaal opruimen. Dus, dat ga ik zo meteen doen. En deze doos, ik snap niet waarom deze doos hier staat, maar goed. Misschien vond ik het wel hip of zo. Ja, nou, het zal wel. Mijn nachtkastje ga ik zo meteen ook even opruimen, want dit, dat weten heel veel mensen niet. Maar ik gebruik dit, mijn tv-meubel, als nachtkastje. En als ik dan bijvoorbeeld, weet ik veel wat, een video wil gaan kijken, wat doe ik? Dan zet ik mijn laptop hier neer, zo. En dan ga ik gewoon lekker chillen, of ik zet hem gewoon hier op mijn bed. En nu staat hij even daar. Ik ga zo meteen lekker een playlist aanzetten, mijn kamer opruimen en heerlijk genieten. Niet van het mooie weer, want het regent. Maar van mijn kamer opruimen, muziek en gewoon lekker een videootje erbij. En, helemaal super. Ultiem maandag momentje. En ik ben zo ontzettend zenuwachtig, jongens, voor Gathering. Oh my god. Dus, ja! Het wordt, nu wordt het zo best wel van, de Gathering komt dichterbij en het wordt met de dag wordt leuker. We hebben ook zo'n appgroep gemaakt en daar zitten we in. Zo van, de roepen naar de Gathering, yay! En daar zit iedereen in. Dus, ik ga lekker opruimen en ik spreek jullie zo weer. Oké, het is inmiddels 8:30. En ik ben lekker aan het Instagrammen. Hier. Met mijn statiefje erbij. Hoppatee. En, super mooi. Oh my god, de zon is kapot mooi en fel. Oké. Even dat. Ondertussen ben ik ook vragen aan het beantwoorden van de livestream. Hey. Kijk. Kim Gerardo Leighton zegt: hey vlog van James. Bij deze. Hey. Superleuk. Dus, ja. En ik weet alleen niet wat ik morgen aan moet doen, trouwens, bij de opnames van het programma, wat jullie weten, wat ik natuurlijk al heb verteld in de vlog. Maar goed, lang verhaal kort. Ik heb net gegeten ook, super lekker. Zelfgemaakte hamburgers van stiefvader. Oh, limos. En ja, ik ga zo meteen mijn koffer inpakken. Mijn tas inpakken, dat ga ik doen. En ja, ik weet echt niet wat ik verder ga doen. Ik ben gewoon hier lekker aan het chillen in mijn pyjama. Al de hele dag, serieus. Op Spotify. Instagrammetje erbij. Top leven. Het is nu 11:08. En ik lig alweer een tijdje in bed. Ik voel me echt verkouden weer worden. En ik dacht dat ik er net vanaf was. Oh, fucking kut. Sorry voor mijn taalgebruik. Ik lig nu aan bed. Al een tijdje. En ik ga lekker slapen. Morgen opnames en dan wil ik er niet met wallen tot hier op beeld. Want het wordt wel uitgezonden, denk ik. Hopelijk dit keer wel. Want de vorige uitzending toen met Jamira ging, is nog steeds niet uitgezonden. En ga ik jullie gezellig ook daarheen meenemen. En dan zien jullie in de volgende beelden die jullie na gaan zien. Dus ik ga lekker slapen en ik spreek jullie morgen weer. En voor jullie over een paar seconden. Hele goede morgen allemaal, het is vandaag dinsdag. En het is nu 8:15. Ik ben nu aan het oppassen op Wolfje. En hier. Oekie! Superleuk. Daar ben ik nu aan het oppassen op. En ja, ik ga zo meteen richting Hilversum Mediapark. Want ik heb vandaag opnames voor de jongens tegen de meisjes. En daar heb ik super veel zin in. Ik moet eerst lekker douchen. Dat ga ik zo meteen eerst doen. En ik ben verkouden, zoals je kan horen. Fijn! Kom met je kop op tv, ben je verkouden? Ik weet alleen nog niet wat ik aan ga doen. Maar dat ga ik zo meteen beslissen. Wat ik ga aandoen. Ik zit te twijfelen tussen die mijn eerste paasdag look. Die zwarte trui met die broek. Ik weet alleen nog niet of ik dat zeker weet. En dan blijf ik gezellig bij Ines slapen vanavond. En dan gaan we morgen naar Amsterdam. Voor opnames voor Wie Ben Ik? Dus echt leuk. Met Wendy van Dijk en Jan Dino. En ik ga proberen om zoveel mogelijk voor jullie vast te leggen. Op camera. En ja, dan gaan we zien hoe het gaat lopen. Het is buiten erg koud weer. Maar ik ga lekker de hele dag binnen zitten.
Dus ik heb het wel goed ingepland voor mezelf om vanavond een opnamedag te hebben. En voor de mensen die het vragen, ja, ik leef in het ding, in deze sweater. Maar omdat deze sweater gewoon echt heel erg lekker zit. En lekker leven. Super tof. En ja, ik ga lekker even ontbijten. Ziggo heeft een storing, echt why, vandaag. En ja, jullie gaan weer even mee in mijn dag vandaag. En let's go. Ik sta nu wacht voor de H&M. Bekijk de nieuwste H&M mode en bezoek onze online shop op hm.com. Ik wacht, omdat ik een brief had gekregen dat ik het geld zou krijgen waarschijnlijk. Omdat ik 10 euro het geld betaald. En daarom... Nu sta ik al serieus 4 minuten wacht. Ik heb nog geen geduld. Dus, wachten. Onderweg naar de bushalte, kijk maar naar. En ik ga zo meteen naar Hilversum toe, Mediapark. Out of the day. En ja. Ik ga lekker naar Hilversum. Opnames Ines tegen de meisjes en met Ien. Dus jullie zien Ines zo meteen ook in mijn vlog weer. Dus gezellig en de hele tas vol, want ik blijf gezellig met Ines slapen omdat ik morgen ook nog opnames heb. Dus, en dat leek me wel handig, omdat we morgen om 11:30 in Amsterdam moeten zijn. Dus ja, ik spreek jullie zo weer. Oké, we zijn in Hilversum aangekomen. Ik ben met Ientje hier. En we gaan nu naar het Mediapark, want daar hebben we de opnames vandaag. Voor de jongens tegen de meisjes. Super leuk. En we zijn net met de bus gegaan voor echt 4 minuten. En we zijn nu aan het lopen naar Hollywood. Oh wacht, we zijn al in Hollywood. Hier kijk, Sumatra Land. Ja, ja, maar hier is het niet. Nee, je moet hier naar rechts. Ja, hier naar rechts. Naar links. Ja, dan rechts, links, weer rechts. Dan moet je rechts om terug door en dan moet je weer naar rechts en dan weer naar rechts. Jezus, Ien. Nee, ik snap het niet. Maar we zijn dus nu lekker aan het lopen. Naar Mediapark Studio 24 in Hilversum. En vandaag hebben wij dus opnames, maar we mogen niks erover zeggen. Maar dat lijkt me logisch. Van wie die heeft gewonnen. Wordt dat Ien? Ik krijg het echt flyers. Wordt dat ik of wordt het Ien? Als ik win. Ik hoop dat jij het bent. Ja, ik hoop echt dat ik win. Eindelijk. Vorige keer won Jamira. Vorige keer won Jamira. Dat vond ik niet leuk. Dus we gaan lekker naar Mediapark lopen. En we spreken jullie zo. Ja, maar echt. En we zien jullie zo weer. We zijn er bij het Mediapark. En daar hebben we beeld en geluid. Dus we gaan lekker lopen. En we gaan lekker lopen naar Studio 24. Dat we fancy aan het lopen zijn. Sees me, I'm losing every battle. Can somebody save me? Save me. We zijn afgelopen en jullie gaan zien wie er heeft gewonnen. Was ik dat of was Ientje het? Yeah! We gaan lekker even een patatje halen bij station Mediapark. We gaan lekker naar huis. We zijn er klaar mee voor vandaag. Morgen weer een nieuwe dag opnames voor Wie Ben Ik? Super leuk en gezellig, dus we gaan lekker even wat eten. En daarna gaan we lekker naar Ien toe, want ik blijf vanavond gezellig bij haar slapen. Omdat ze het leuk vindt of zo, maar goed. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga lekker eten en ik spreek jullie zo weer. Ik ben dus alweer een tijdje bij Ien geactiveerd. Het is nu 11 uur en ik ga lekker slapen. En ik was een beetje met een woensdag 19 april, het is nu 22:08. Ik ben wakker.
30 minuten de deur uit. Want dan gaan we vandaag naar Amsterdam toe. Naar de opnames van Wie Ben Ik. En dan daarna gaan we nog even naar de stad. Superleuk, super zin in. Ik heb superleuk geslapen. Onder een topoezedekbed. Superleuk. En we hebben net ontbeten. Een broodje met gehakt. En gewoon gehaktworst. En drinken. En gisteren heb ik jullie gewoon niet verteld. Maar ik heb gisteren iets besteld bij een webshop genaamd Fresh Cotton. En daar heb ik een paar fans besteld. Zwart-wit. En een shirtje van Champion. Die komt als het goed is vandaag binnen. Dus ja, die zie je dan misschien ook nog in de vlog. Die ga ik aanbaken. Maar weet je wat ook het is? Ik ben er vandaag dus niet. Mijn ouders zijn er niet. Mijn zus is er misschien. En dan ben ik ook komen tussen 6:30. Nou, dan ben ik er niet. Dan ben ik niet thuis. Dus ja. Het is best wel moeilijk, dus het is buiten echt lekker weer, zoals je kan zien. Die kun je niet zien, maar maakt niet uit. Ik loop zo meteen wel vanuit het raam toe. En even kouden. Dus ik heb vannacht met een zegel geslapen. Niet. Dat is gewoon fucking kut. Ja, ik ga je nu het weer laten zien. Ik vind het in ieder geval echt heel tof. En nog leuk dat je kijkt. We zitten in de tram. We zijn klaargemaakt. Helemaal ready voor vandaag. We gaan nu naar... Oh, je ziet me totaal niet. Maar goed. We gaan naar Wie Ben Ik? In Amsterdam. Jij bent Jamie. Wie ben ik? Ben ik? Ja, het is Soms vergeet je dat gewoon. Waar gaan we heen? Wat zei je nou? We gaan naar Jamie. We gaan naar Wie Ben Ik? En met Jamie. Super leuk, super zin in. En ja, we gaan er gewoon weer een leuke dag van maken. En vanavond, en vandaag gaan we ook nog naar Amsterdam stad. Dunkin' Donuts. Sorry. Volgens mij is dat niet in de stad. Jawel. Dunkin' Donuts zit zeg maar, ik weet niet waar het zit. Nou dan, hoe weet je dan? Maar het is vlak, ja, hallo Amsterdam. Ze gaan het niet midden in de middel in een woonwijk doen. Nee, dat snap ik, maar ik weet dat het niet in de stad. Dunkin' Donuts. Dat is cool. Ik dacht dat het een beetje buiten de stad lag. Ja, ik weet het ook niet. Wauw, mooi. Heel pretty allemaal. Dus ja, dit is wat ik aan heb. Bloesje, Bershka, truitje, H&M, jasje, H&M, broek, Bershka, schoenen, fans. Ik heb nieuwe fans besteld. En die heeft ook nieuwe fans. Geel. Of mosterd geel. Ik weet niet. Ook geel. Je mag niet met je voet op de bank. Kijk, je geen voet op de bank. Oh, dan ga ik gewoon een foto van maken. Snapchat. Oké, we gaan. Misschien ben ik weer thuis en ik ben weer in mijn kamer. En jullie staan nu in de positie van de ik wil wat laten zien positie. Stand. En ik heb een pakketje ontvangen van Fresh Cotton. En ik heb gisteren besteld daar zo. En ik mocht wat dingetjes uitzoeken. En het is de volgende dag is het al gelijk in huis. Dus het is echt heel snel. En voor de mensen die Fresh Cotton niet kennen. Het is een nieuw merk. Het is een Amsterdams merk uit 2001. In 2001 is het opgericht. En Fresh Cotton verkoopt onder andere Vans, Champion, Daily Paper, Calvin Klein, Huff, Converse en dat soort merken. En ik heb twee dingen gevonden op de webshop die ik heel erg gaaf vond. En helaas heb ik geen korting voor jullie kunnen regelen. Maar ga er zeker even allemaal lekker shoppen op een Fresh Cotton, zo schrijf je. Superleuk. Dus laten we beginnen. Als eerste heb ik een paar schoenen besteld. En jullie kennen mijn legerfans wel. Maar die beginnen ook helemaal aan de zijkant kapot te gaan. Omdat ik ze best wel vaak draag in de vlogs. En al een tijdje wilde ik zwarte fans. En die vond ik op de website. En die heb ik aangeklikt en dus
gesteld. Het zijn zeg maar de zwarte fans. Oh. Zo zien ze eruit. Super mooi. En wat ik ook wel fijn vind aan fans is dat ze de veters erin zetten. Dus dit zijn de shoes. Super leuk. Ik vind ze echt heel gaaf. Ik vind ze echt heel gaaf. En deze waren ongeveer €79,94. Dus voor fans vind ik dat best wel duur. Maar ja, ik wilde ze al best wel lang. En dus die. Nou, dan heb ik ook nog trouwens de webshop naam. Fresh Cotton. En dan heb ik een shirt besteld van het merk Champion, geloof ik. Als ik het goed uitspreek. Het is gewoon een simpel wit t-shirtje. Echt super nice. Met hier Champion. En hier een kleine C. Super leuk. En ik heb in mijn maat XL besteld. Echt super leuk. Dus ik ben er super blij mee. En dit was alles wat ik had besteld. En ja, wil je nog overal dingetjes bestellen op Fresh Cotton, dan kan dat, dan zal ik de link in de beschrijving zetten. En dan kunnen jullie een kijkje nemen op de webshop. Dus, ik ga lekker even een serietje kijken nu. En lekker chillen. En dat soort dingen doen. En lekker voorbereiden op The Gathering. Want ik denk dat ik bij The Gathering dit shirt aan ga doen. Met fans, yay! Super leuk. Ik ben er super blij mee. En voordat ik de vraag krijg, ga je die leger sneakers wegdoen? Nee, die ga ik niet wegdoen. Die bewaar ik voor dingen die vies mogen worden. Toevallig staan ze hierachter. Ik ga lekker even een serie kijken. En dan zien jullie wel wat ik verder ga doen nog vandaag. En anders morgen. En trouwens, de opnames waren echt heel tof. Dat waren echt heel tof. We zaten voor aan, dus... Maar ik heb geprobeerd om wat decor dingetjes te filmen en zo. Niet heel veel. Maar ja, wel geprobeerd. Dus we gaan door met de vlog. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En het is nu rond een uur of 9:55. En ik ga zo meteen weg. Ik heb vandaag hele leuke dingen op de planning staan. Ik ga zo meteen naar Tilburg toe. Want we gaan met school gaan we naar het textielmuseum. Niet zoveel zin in. Maar goed, het wordt wel heel erg leuk. Dit is wat ik draag op dit moment. Dit shirtje van Champion. Mijn broek van de Bershka. Deze komt van Fresh Cotton. En mijn nieuwe fans gaan hieronder. Super tof. En dat heb ik altijd wel. Dan heb ik net iets nieuws en dan wil ik het gelijk aandoen. Het is buiten echt lekker weer. Dus ik ga even een jasje overheen doen. Ik vind mijn outfit echt heel erg leuk. Misschien doe ik dit wel aan at The Gathering. Ik weet het nog niet. Ik weet nog niet wat ik aan moet doen at The Gathering, jongens. Wow. En het is al overmorgen. En ik ga zo meteen ook even mijn tickets printen. Dat ga ik zo ook doen. Wat is dat? Super gezellig. En mijn haar begint weer echt lang te worden. Dus ik moet echt weer naar de kapper. En er staat trouwens een kappersvlog online. Echt al way, 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 way back. Moet je even kijken, het heet TPY Takes Over. Of zoiets. Misschien naar Global. En dat was wel echt leuk. Dus ik ga lekker eventjes verder. En dan spreken jullie zo weer. De volledige look. Ik draag dit jasje van de Wii. Deze heb ik al best wel lang. Dan heb ik dit Champion shirt van Fresh Cotton. Broek Bershka. Schoenen. Fans. En op de luisterik, Slam FM! Woehoe! Tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want.
And you're spending all your time in this wrong situation. And anytime you want it to stop. And I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time? I know you're wasting crap. Allemaal. Het is vandaag vrijdag 21 april. Het is nu rond 11:30. Inmiddels is het alweer een paar uur later. En mijn moedertje is thuis. Want we hebben vanavond gezellig een filmavondje. Super gezellig. En hoi mam! Mijn moedertje. Ik loop nu heel fancy de trap af. Super leuk. En ik heb net een dutje gedaan. En ik heb hier een hele rode vlek. I don't know hoe ik daar aan kom, maar goed. Ik ga wel even naar mijn moedertje toe. En ik spreek hier zo weer. Net lekker gegeten met mama. En hier ondertussen is het daar. Hier de vlog van Jamie Lee aan het afspelen. Bij deze. Ik ga niet meer iets boeiends doen. Ik ga lekker gewoon het filmavondje met mijn moeder houden. En lekker even koffietje nog in pakken. En dat moet ik ook nog gaan doen. En bij deze sluit ik de weekvlog af. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. Het is compleet gratis. En dan mis je geen enkele video. En dan zie ik jullie woensdag weer in een nieuwe vlog van de Choo Choo Gathering. Doei doei!